Een heel goede avond. Rubbels bij het gas of geen gas meer? Polen en Bulgarije zijn de eerste. Wie zal er nog volgen? Monique de Jong is energie-expert. Kathleen Malvliet is Poetin-expert. Of prostitutie het oudste beroep ter wereld is, dat komt u te weten in dit nieuwe boek Seks voor geld, een geschiedenis van de prostitutie. Magali Rodriguez-Garcia is een van de auteurs. En Thomas Huigen is er beroemd door zijn sportinterviews in de ideale wereld. Maar ook talkshowgast kan u vanavond zien na de afspraak. Thomas, heel erg bedankt dat je, je wil komen, want... Je bent net vader geworden, proficiat. Dank u, dank u. Uh, twee, drie dagen geleden. Vier denk ik. Het is dagen zijn relatief geworden. Ja. <laughs> Die, een, jonge meisje. een jongen, een meisje? Jongen, Ricky. R I K K Y. Dat de mensen niet fout schrijven. Mooiste baby ter wereld. Uh, ja, zeker top drie mooiste babys van dit jaar. Die korte nachten nog even volhouden. Hoe lang nog? Uh, komt het moment dat je ze niet meer uit bed krijgt? Het okay. duurt wel even. Ja. Over de geboorte van je nieuwe talkshow gaan we het straks hebben. Iedereen welkom hier aan tafel. En ook u thuis bij de afspraak. Kathleen Malfried, een nieuwe wending kunnen we wel zeggen in de oorlog. Polen en Bulgarije krijgen geen gas meer omdat ze niet in roebels willen betalen. Was u verrast? Nee, absoluut niet. Hè. Uh, het is duidelijk dat Rusland uh, ja, een zekere vergelding zal vragen voor wat gebeurt langs de kant van het Westen. Het Westen dat uh, toch zijn wapenleveringen opdrijft uh, mm. en dat inderdaad. Uh, ja, uh, de Russische beer als het ware pookt. Uh, dus een... dit is geen goede zaak natuurlijk. En is er een reden waarom hij het nu doet? Want de wapenleveringen worden al een tijdje opgedreven. Wel, er is natuurlijk die NAVO-bijeenkomst geweest uh, waar duidelijk de Verenigde Staten in waar duidelijk dus de Verenigde Staten een zekere druk uitoefende op de NAVO-partners uh, om meer te doen, om meer wapens te leveren. Uh, en ja, dat, dat is toch wel. Dat uh, is een aanleiding geweest. is een aanleiding. Uh, om dan verder te gaan. en dus het pad van de vergelding op te gaan. Dus, maar ik hoorde dat hij dit nog nooit gedaan heeft. Ook niet in de Koude Oorlog. Of dat andere, dat andere presidenten dat ook nog nooit gedaan hebben. Nee, inderdaad. Hè, maar dat is precies het probleem. dat uh, Rusland. Oh. Uh, ja, het Westen en vooral Europa een beetje in slaap heeft gewicht uh, door ja, te dreigen zonder onmiddellijk uit te voeren. Mm -hmm. En in, het, in de Sovjetperiode was het inderdaad zo dat die leveringen doorgingen, uh, zelfs tijdens een periode van Koude Oorlog. Uh, dus te lang heeft het Westen gedacht, en zeker Europa, van kijk, ons kan niet zoveel gebeuren, want... 呃呃呃呃。Uh, uh, uh. Poetin gaat zijn dreigingen uh, niet echt Toch uitvoeren. Meneer de Jong, u doet onderzoek naar energiebeleid, energiehandel in uh, Europa. Voor alle duidelijkheid, gas wordt niet betaald door lidstaten, maar door bedrijven. Ja, dat mogen bedrijven zelf beslissen of ze hun roebels betalen of uh, niet? Zij mogen dat zelf beslissen. Er is wel een advies gekomen van de Europese Commissie om dat niet te doen. En ook heel veel Europese lidstaten hebben zich daarbij aangesloten. Maar vandaag zijn er toch bedrijven geweest, bijvoorbeeld in Hongarije en Slowakije, die hebben gezegd: Wij gaan toch dat roebelsysteem aannemen en wij gaan zo betalen. Dat zijn ook wel de landen, vooral Hongarije, waarvan je dat wel verwacht. Mm -hmm. Dat die toch inderdaad meer een band hebben met Rusland dan met Europa. Dus die betalen wel in roebels, die zullen niet afgesloten worden? Die betalen in een roebelsysteem. Dus ze betalen in euro's dat op een bank wordt omgezet in roebels. En die roebels gaan dan naar Rusland toe. En de andere landen blijven betalen in euro, en op dat wordt niet omgezet? Op dit moment blijven die nog betalen in euro's. Misschien dat vandaag dat ook een waarschuwing is geweest voor hun om te zeggen... Wij gaan misschien ook kijken om toch in roebels te betalen. Maar dat ligt inderdaad aan de angst die zij hebben voor inderdaad afgesloten te worden. Ja. Zullen we eens kijken naar die pijpleidingen? Het gaat over een uh, pijpleiding die via Polen nog naar Duitsland gaat en dan een pijpleiding die naar Bulgarije gaat. Ja, misschien een domme vraag, maar hoe doet Rusland dat de Kraan dichtdraaien. Gebeurt dat? Moeten ze iemand naar daar sturen of gebeurt dat? Ja. Ik hebben ze geen idee van nee. in Rusland zelf. Uh, ja. ze moeten wel iemand of het zal niet persoonlijk door een persoon worden gedaan, maar ze kunnen dat met computers. Ze kunnen gewoon geen nieuwe gas meer in die pijpleidingen uh, laten vervoerd worden. En dat kan bijvoorbeeld dat gas wat wel geproduceerd nog wordt, kan bijvoorbeeld naar de opslag gaan in Rusland om die te vullen voor het winterseizoen. Uh -huh. uh, maar dat wordt dan dus dat niet meer in die pijpleiding uh, gaat dat stromen, dus ja, dat wordt gewoon dichtgedraaid. Nadat als je dat ook thuis zou doen. Maar die pijpleiding die loopt door Polen naar Duitsland en Duitsland krijgt wel nog gas. Ja, inderdaad. Duitsland dus ze kunnen dat... alleen het gedeelte voor Polen afsluiten? Nee, op dit moment hebben ze gezegd, uh, Gazprom, dat ze dus inderdaad gas gaan leveren. nog steeds bijvoorbeeld aan Duitsland, maar ook bijvoorbeeld aan Servië en Hongarije. die dus bij die Turkstream-pijpleiding wat we net zagen uh, verder liggen. Dus landinwaarts liggen. En dat ze die nog steeds gaan uh, beleveren. Uh, maar ze verwachten dus van Polen en Bulgarije dat zij geen gas meer gaan afnemen van die pijpleiding. Uh, en daar vertrouwen ze op. Maar ze hebben ook gezegd als we erachter komen dat ze dat wel doen, dan gaan we die doorvoer nog uh, minder, ja, minder doorsturen. Ah, dus het is niet echt een kraan die dicht uh, gedraaid niet is in Polen. Nee, dus niet als helemaal. Polen uh, subversief wil zijn, dan blijven ze gas afnemen. Ja, wat in het verleden bijvoorbeeld is ook al gebeurd met Oekraïne. Uh, toen wilde Rusland niet meer leveren aan Oekraïne. En dat is dus ook gezegd, het mag alleen nog maar doorgevoerd worden naar Europa. Nou, Oekraïne bleef volgens Rusland nog steeds gas afnemen. En toen hebben zij ook die gaskranen dus helemaal dichtgedraaid, dat was in 2006 en in 2009. En toen hadden wij dus ook in Oost-Europa uh -huh. geen gas meer. Dus daar kwam dan ook niks meer uit bij de leiding. Polen, Bulgarije, welke impact? Wat betekent dat voor hen? Zitten die nu in de kou? Of, uh... Nee, gelukkig is het wat mooier weer nu. Dus ze zitten niet meer in de kou. We hebben het voorjaar en de zomer dat er aankomt. Polen is vooral heel goed voorbereid uh, op zo'n scenario. Zij zijn al heel lang bezig om ze wat af te stappen van dat Russische gas. Ze hebben een LNG-centrale gebouwd. Mm -hmm. um, ze zijn bezig met een pijpleiding te bouwen van Noorwegen naar Polen toe. Die is voor het einde van dit jaar klaar en in gebruik genomen. Dus, dus... daar is geen probleem. Bulgarije is iets minder ver, maar is ook bezig met een pijpleiding te bouwen van Griekenland naar Bulgarije voor gas uit Azerbeidzjan te krijgen. En dan wordt ook een LNG-terminal gebouwd. Dus daar is eigenlijk ook niet heel veel tevreden. Ja, ik hoorde inderdaad dat Polen een gasvoorraad heeft die voor de zee 76% gevuld is. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Hoeveel voorraad hebben we? Ik weet niet zozeer hoeveel voorraad we nu hebben. Er is wel van Europa een regel ingesteld dat we voor 1 november 90% alle gasvoorraden moeten zijn gevuld. Uh, dus voor het begin van het winterseizoen. Mm -hmm. uh, dus daar hebben we dan toch nog wel die Russische gas voor nodig. Willen wij dat gaan uh, halen? Um, en maar als dat is... we dat niet halen, dan? Ja, dat heeft de Europese Unie gesteld om ervoor te zorgen dat we dus niet meer uh, problemen hebben met Rusland. Dus er gebeurt er niet meteen iets als we dus niet die 90% halen. Of als een land dat niet kan halen omdat de gasprijzen zo heel duur zijn. Uh, maar dit is een, een uh, maatregel die genomen is geworden. Om te zorgen dat we leveringszekerheid hebben. Ja. Dus dat is gewoon een voorzorgsmaatregel. Wel nog een uh, vraag. Als er toch gas blijft komen, waarom stijgt die prijs dan meteen? Ja, dat is een paniekreactie inderdaad op de markt. Je zag dat gisteravond steeg die prijs uh, dramatisch. Uh, maar die is ook weer begin van da deze dag uh, weer gedaald, omdat dan het Polen en Bulgarije hebben aangegeven. Dit komt goed voor ons. Uh, je zult natuurlijk zien: mochten er nog meer uh, landen worden afgesloten, dan zal er ook wel zo'n paniekreactie zijn. En dan zal naar worden gekeken hoeveel zij wel nog kunnen bijdragen daaraan en hoe groot de impact dat zal hebben. Wie zouden de volgende kunnen zijn? Want Polen en Bulgarije betaalden niet in roepels, maar er zijn er nog. Wie er zou. Nog dat is heel lastig om te speculeren over wie dan nog meer. Je zou ook gaan denken aan bijna aan Duitsland. De vraag is inderdaad of Rusland niet toch nog een beetje steunt op de oude relatie die ze hadden mm -hmm. met Duitsland van die energiebondgenoot. Uh, zijn. Uh, dus dat zou een optie zijn. Het zou wel uh, echt uh, een probleem zijn voor Rusland als zij die gas zouden gaan afsluiten, uh, omdat dat dus een grote uh, Brom, inkomstenbron is. Het ja. Inkomsten is ook wel zo dat uh, Gazprom eigenlijk uh, een monopolie heeft op de export van gas. En Gazprom is ontstaan uh, als een soort naamloze vernootschap, overnight. Uit het Staatsministerie voor de Gasontginning en Bevoorrading in de hele Sovjet-Unie. Mm -hmm. Dus dat is juridisch getransformeerd in een naamloze vennootschap waarvan nu Rusland kan zeggen, van kijk, dit is een bedrijf zoals alle anderen. Ja. Terwijl het eigenlijk natuurlijk een arm van het Kremlin is. Ik wil even de reactie van Ursula von der Leyen laten horen. Zij sprak van chantage. Gazprom's announcement that it is unilaterally stopping gas deliveries to certain EU member states is another provocation from the Kremlin but it comes as no surprise that the Kremlin uses fossil fuels to try to blackmail us this is something the European Commission has been preparing for in close coordination and solidarity with member states and international partners our response will be immediate United and Coordinated. Wat bedoelt u met een onmiddellijke reactie? Wat kan een onmiddellijke reactie zijn? Ze zouden natuurlijk ook kunnen zeggen, wij gaan stoppen met het afnemen van Russisch gas. Ik vermoed niet dat ze dat gaan doen. In Europa zijn er al plannen gemaakt om voor het einde van dit jaar dramatisch de gasconsumptie te reduceren. Dus ik vermoed niet dat dat zal zijn. Maar er zal misschien wel eenheid worden gekregen En gaan we dus met die roebels betalen of niet? Gaan we die landen steunen die wat nu worden afgesloten? Dat soort dingen denk ik dan eerder aan. Die transformatie versnellen, die afhankelijkheid verkleinen, kan dat versneld worden? Ik denk van niet. Ik denk die twee derde is al heel ambitieus. Ja. Ik denk dat het wel steeds realistischer wordt dat we dat wel moeten gaan doen voor het einde van het jaar, vooral met deze afsluitingen die we zien. Uh, maar dit zal een uh, gigantische uh, investering uh, vragen van Europa. Uh, heel veel creativiteit... Ja, dat kan je niet doen. zomaar even versnellen. Nee, nee, je kunt niet zomaar uh, even dat, uh, een LNG-centrale bouwen. Dat gaat jaren overheen. Ja. Als, uh, sorry. Ja? Als, als Rusland geen gas meer kan exporteren, dat wil dat niet zeggen dat ze heel veel gas zelf moeten opslaan en daar capaciteit voor moeten hebben om dat zelf te kunnen bewaren? Ja, ze moeten natuurlijk capaciteit hebben. Er zit zelfs uh, gaspromcapaciteit in Duitsland. Maar daar zal ik niet verwachten dat ze daar nog gaan opslaan, uh, het gas op dit moment. Um, maar ze willen zelf ook dat gas uh, gaan exporteren. Ze zeggen zelf we gaan kijken naar China. Maar um, als we gaan kijken dat er vorig jaar 155 miljard kubieke meter naar Europa is geëxporteerd. Is dat natuurlijk een gigantische hoeveelheid die dan naar China zou moeten gaan? De vraag is: wil China wel zoveel gas hebben? En ook die pijpleiding, die infrastructuur die ligt er is er niet. Ik neem aan dat China genoeg gas heeft, want anders zouden ze het al gevraagd hebben. Ze hebben inderdaad uh, op dit moment genoeg gas. Maar ik kan me voorstellen als Rusland een deal maakt met goedkope gasleveringen, uh, dat ze dan zeker daarin geïnteresseerd zijn, maar niet in die uh, volumes wat Rusland aanbiedt. En ze zien natuurlijk ook hoe Rusland omgaat met hun energieleveringen aan Europa. En zullen natuurlijk niet in zo'nzelfde situatie komen in de toekomst, omdat ze toch weten dat die fossiele brandstoffen door Rusland als drukmiddel worden gebruikt. Ja, zullen we eens proberen te begrijpen waarom Poetin dit uh, doet. Ik wil elke dag uh, brengt wel zijn uh, reactie mee. Maar Poetin geeft uh, vandaag niet echt de indruk dat hij zich in het nauw gedreven voelt. Dit zei hij vandaag. если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми Kan niemand kan zich nu En we zullen niet bewustmaken. We zullen ze gebruiken als het nodig is. Jammer dat niet iedereen zijn mondmasker kwijt Ja, ze dragen nog mondmaskers daar. Maar ja. als het hier is, dan heeft het geen effect. Instrumenten die niemand anders heeft. Bedoelt hij het kernwapens? Ongetwijfeld. Hij bedoelt ook uh, dat hij natuurlijk... In al die jaren sinds uh, 2000 uh, een hele waaier van mogelijkheden heeft opgebouwd, hè, waaronder inderdaad ook nieuwe wapens, uh, hypersonische wapens, maar daarnaast bijvoorbeeld druk. Uh, op uh, de prijzen, de energieprijzen, uh, op de bevoorrading van Europa, maar ook van de hele wereld eigenlijk. Uh, dus uh, in die zin uh, ja, hebben wij eigenlijk toegelaten, zou ik bijna zeggen, uh, dat Rusland onder de radar uh, zijn hele strategie voorbereidde. Ja, want u hebt al in 2018 ja. een boek geschreven. Poetinisme. Ja? Ja, dat gaat dus over het politieke regime, voorspelt. waarbij ik probeer te analyseren hoe dat uh, machtsysteem formeel, maar ook vooral informeel in elkaar zit. Uh, en daar uh, ben ik tot de conclusie gekomen door een analyse van het binnenlands en het buitenlands beleid, maar ook de geopolitiek van Rusland, dat er ons inderdaad een en ander te wachten stond? Het stond in de sterren geschreven, als ja. ik uw boek uh, ja. lees, dat dit ging ja. gebeuren. Is en hij... Rusland heeft ons verwittigd. Verschillende keren uh, zijn wij eigenlijk verwittigd geweest van: kijk, pas op, uh, probeer niet uh, van ons uh, op een of andere manier te irriteren uh, mm -hmm. laat staan natuurlijk met wapens uh, uh, eventueel te bedreigen want wij zullen terugstaan yeah. dat is het principe van de vergelding zoals we daarnet gehoord hebben en dus Rusland speelt uit terecht of onterecht dat zij vergeldingsacties voeren uh, tegen wat uh, het West heeft gedaan bijvoorbeeld de navo uitbreiding naar, naar die landen super. van Centraal- en Oost-Europa, maar zeker naar, um, de, naar Georgië en Oekraïne. Maar klopt het dat Poetin zelf ook gevraagd heeft om bij de NAVO te komen? Wel, in ik, ik, ik spreek niet graag van Poetin op zich. Uh, hoewel het een personalistisch regime is, uh, spreekt Poetin natuurlijk uh, de taal van het Kremlin. En dat maakt het natuurlijk veel, veel gewichtiger. Dus er is niet alleen Poetin. Uh, het is niet zijn. alleen Poetin, natuurlijk niet. Hè. Het is die hele machtkern die eigenlijk strategisch zijn beleid uitzet. Uh, en uh, ja, dit is een project dat ja, eigenlijk waar een project is van de geheime diensten. Wat nu aan het gebeuren is. Natuurlijk. En waar ja. zal dat stoppen? Dat Project van de game, wel diensten. dat vrees ik dat dus dit nog maar een begin is. Het is duidelijk dat Rusland eigenlijk de ambitie heeft om opnieuw een grootmachtspositie in te nemen en dat dat eigenlijk een project is dat reeds een aantal decennia wordt opgebouwd systematisch. Uh, naar het Westen toe in het algemeen, anti-Westers dus. Maar dat was in het begin nog niet zo duidelijk. Mm -hmm. Maar wat, wat uh, het Kremlin eerst gedaan heeft, uh, is Europa, dat Europa dat wij opgebouwd hebben na de Tweede Wereldoorlog en dat toch hè, een mooi uh, project uh, is en was. Uh, dat heeft Rusland eigenlijk. Uh, stilaan ondergraven. Ja. Uh, niet onmiddellijk uh, langs dus de kernorganisaties, de NAVO en de Europese Unie, maar wel langs de Raad van Europa. Bijvoorbeeld Rusland is lid geweest van de, van Raad, de Raad van Europa. Europa en heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt om eigenlijk um, die Raad van Europa en ook het Europees Hof voor de Rechten ja. van de Mens uh, op een ongelooflijke manier als het ware zoals een spin te verdoven, eerst. En dan als prooi te gaan beschouwen. Dat is gebeurd met, met Europa. Hè, ook met de terug. OVSE. Ja ik wil dus, het ook nog dus even. Dus terug eigenlijk naar... is dat. Uh, uh, is dat een, een, een ongelooflijk proces geweest, waarin Europa zich van niets bewust was. Maar wel degelijk uh, door Rusland werd ondermijnd in en... zijn basiswaarden, in zijn basisprincipes, uh, in, zijn, in zijn grondpijlers. Maar als u zegt dit is een project van de Geheime diensten, dan ja. is het ook niet afgelopen als Poetin zou verdwijnen. Natuurlijk niet. Nee, nee. Uh, dus Poetin is volgens mij diegene die uh, ja, uh, dat project van de geheime diensten uh, gewoon gaat verwoorden als leider. En het is inderdaad een regime dat zeer personalistisch is, hè? dus dat uh, die leider naar voren schuift. He, hij wordt ook in beeld gebracht. He. Kijk naar de lange tafel. Uh, als, als een leider uh, die onaanvechtbaar is, die absoluut is. Uh, en Poetin speelt die rol. Maar daarachter zit het Kremlin. Uh, het Kremlin dat, uh, dat eigenlijk ja, een soort conglomeraat is uh, van... Uh, ja... Uh, niet alleen die oligarchen, maar ook het leger, de geheime diensten. En dat eigenlijk de machtskern uitmaakt van Rusland. Een Rusland dat opnieuw probeert van dus zich als grootmacht te, te manifesteren. Maar, maar ik moet wel zeggen dat ik niet had verwacht dat Rusland zo uh, ja, medogeloos zou optreden uh, ten aanzien van... Een Oekraïne. land als Oekraïne. Ja. Ik had gedacht dat Rusland juist op een meer geciviliseerde wijze. zijn grootmachtstatus opnieuw zou, zou willen gaan. verwerven. Ja. Maar u, ja. u zag het allemaal aankomen. Hoe, wat denkt u dan dat er zal gebeuren? Moeten we stoppen met wapens leveren? Moeten we Poetin of de geheime diensten laten winnen? Laten winnen, wel, dat is niet het juiste woord. Uh, ik denk inderdaad uh, dat we uh, die escalatie die we ongetwijfeld hebben wanneer we meer en zwaardere wapens uh, leveren, dat dat geen goede uh, strategie is. Uh, ik denk uh, dat we inderdaad uh, met Poetin, of uh, met Rusland, uh, moeten gaan uh, praten. Uh, dat uh, uh, ja, volgens de regels uh, van de geweldloze conflictoplossing ja? ook de schuldige partij, want ja, het is duidelijk dat Rusland... En uh, een stuk van Oekraïne afstaan? Wel, men moet uh, aan tafel gaan zitten en men, moet, men zal verplicht zijn van, uh, zeker wat Europa betreft, uh, een nieuwe veiligheidsarchitectuur vorm te geven. Men zal daartoe verplicht worden. Mm -hmm. En wat maar, mij betreft... Maar men heeft dat toch al vaak geprobeerd? Het is niet dat, dat Europa helemaal nooit geprobeerd heeft om Poetin eh, te praten. Nou, ik denk dat Macron wel... Eh, Duitsland heeft toch ook... Eh, wel, maar verschillende daar... Pogingen gedaan. Ja, akkoord, akkoord. Uh, maar dus, uh, we zitten toch met het probleem dat natuurlijk uh, het bestaan en de uitbreiding van de NAVO uh, een bepaalde visie heeft gecreëerd op dat... Nieuwe Europa. Ja, uh, ja maar dat bepaal... kan wel een gevaarlijke, gevaarlijke, gevaarlijke redenering zijn, want als iedereen die redenering gebruikt, kan dat als argument gebruiken om een andere uh, onafhankelijk land te gaan aanvallen. Dus die redenering, die logica, ik wel, vind ik toch wel. Ik denk, ik denk dat, we, dat we moeten streven naar een coöperatieve veiligheid, uh, mm. waarbij. Uh, Poetin al in 2007 duidelijk heeft gezegd op een München-conferentie van kijk, uh, uh, we zitten nu met een ander Europa sinds de val van de Berlijnse muur, namelijk een Europa dat zich uitstrekt tot aan de Oeral. En we moeten uh, ons veiligheidsconcept wat dat betreft gaan herdenken. herdenken. Mm. Nog ja. één laatste vraag over Poetin. Sommige mensen denken dat hij ziek is, dat hij gek is... U kan het weten? Wel, ik denk dat dat uh, uh, eigenlijk helemaal niet het geval is. Poetin is een man van de geheime diensten uh, die volgens mij zijn rol uh, eigenlijk uh, ja, op, een, op een goede manier uh, speelt als man van de geheime diensten die absoluut niet gek is. Uh, die absoluut een logica volgt, maar dat is dan natuurlijk de logica van Rusland als grootmacht. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat het niet goed is om te zeggen: kijk, uh, die Poetin uh, is eigenlijk iemand uh, die, die gek is of zelfs niet logisch denkt. Nee. Uh, het is wel iemand die op een andere manier ja. over macht denkt je, uh, dan wij in het Westen. Ja. Als je historisch kijkt, de, dat soort figuren die zijn vaak paranoia. Paranoia doet uh, uh, gevaarlijke beslissingen. Uh, wel, ik denk, ik denk dat, uh, dat Poetin. Uh, werkelijk iemand is uh, die opgeleid is in, bij de geheime diensten, die in Oost-Duitsland uh, als agent van de geheime diensten uh, verder zijn loopbaan uh, heeft uitgewerkt en, dat uh, er... en die duidelijk ja, ja. naar Rusland uh, is teruggekeerd als iemand die als het ware een missie had ja. en die die systematisch maar... aan het uh, Uitvoeren is. Uitvoeren maar ik kan het ook dat er meer is dan uh, Poetin in het Kremlin. Staat inderdaad allemaal te lezen in uw boek van 2018, Poetinisme. We gaan naar het uh, volgende boek. Magali Rodriguez Garcia. Het uh, seks voor geld, een geschiedenis van prostitutie in België. Wat een be vreemde sprong misschien, maar zo gaat dat in uh, dit programma. Geschreven samen met andere historici. Een geschiedenis die nog niet geschreven was. Oh, wel nee. Dus voor België bestond er vooralsnog geen overzicht, lang, lange termijn overzicht voor heel het land. We zijn tot in de middeleeuwen gegaan, in de wat de uiteraard een anachronisme is. Dus België bestond uh, nog niet. Maar we zijn gaan kijken naar in het gebied dat vandaag België is. Kan maar... Kijken wat er gebeurde met prostitutie. Maar welk materiaal, welke bronnen heb je dan? Heb oh, je... je zou verschieten ja? hoeveel bronnen materiaal er is. Want ja. prostitutie is toch iets wat normaal in het verborgene gebeurt. Dat is juist. Maar de autoriteiten zijn altijd eh, bezorgd over prostitutie. Inderdaad, de kerkelijke autoriteiten, maar ook de seculiere eh, elites. Die waren altijd bezorgd over prostitutie. En de registreerden van alles. En daar heb je dus gerechtelijke dossiers, politieverhoren enzovoort. Maar je hebt ook. Eh, voor de middeleeuwen, bijvoorbeeld, heb je prachtige bronnen over eh, boedelbeschrijvingen, over eh, dus nalatenschappen, die allemaal tot in de gekste detail... Je ja, houd je niet Beschreven voor mogelijk hoeveel eh, detail daar nee. wat je natuurlijk, vinden. Was dat, dan, ja? sorry, was dat ja. dan in het Latijn? Dat dat dan, ja. dus, nee, niet noodzakelijk. Nee, ja. Wij heel vaak gewoon in middeleeuws Nederlands. Ah, ja. eh, daarna heel veel in Frans. En was het middeleeuws Nederlands voor prostituee, het woord dat ze gebruikten? <laughs> Hoer wordt heel vaak gebruikt. In de middeleeuwen ook al. Voor de middeleeuwen heb je geen getuigen meer, maar dat heb je wel van de huidige tijd. Een van die getuigen waarop je je ook gebaseerd hebt in het boek, is Sonja Verstappen. Die was sekswerker in Brussel. En die zat ook bij Gilles de Koster op canvas. Ze hebben me veel cadeaus cadeaux die niet factueel waren. Par leur tendresse. Parce que bon, j'ai eu une enfance un peu merdique. J'étais un peu fracassée. Et client après client, ils ont remis ma colonne vertébrale droite. Par leur tendresse, par leur affection, par leur respect. C'est un compliment magnifique. Oui, mais c'est vrai. Est-ce que vous, personnellement, avez été un cadeau pour quelqu'un Pour tous. Oui. une mooie reeks, waarin je duidelijk voelt. dat er vrijwillig kunnen voor kiezen. Ja, absoluut. Want ons dus, idee is dat mensen worden gedwongen in Dat bestaat natuurlijk, maar dat bestaat ook in andere sectoren. Dus niet alleen in prostitutie. Uh, maar zoals in de canvasreeks uh, duidelijk werd... Dus ik ken Sonia en ik ken heel veel van die mensen die daar kwamen getuigen. Uh, dat zijn effectief mensen die, die om allerlei uh, redenen in prostitutie zijn gestapt. En dat zie je opnieuw van de middeleeuwen tot vandaag. Dus allerlei motivaties... Die Zowel kan... vrijwillig als gedwongen? Dat kan natuurlijk. Gedwongen altijd. bestaat ook. Natuurlijk. Is het nu het oudste beroep ter wereld? Nee. Dus uh, dat, is, dat is een van de clichés over prostitutie. Uh -huh. uh, maar er zijn bewijzen dus andere beroepen die dus, uh, ouder zijn. Bijvoorbeeld koks, priesters, medicijnmannen. En de verwaring kwam in een Sumerische schriften, dus Lang geleden, waarbij het woord tavernevrouw taverne vrouw werd beschouwd. En dat werd door, vaak door kerkelijke mensen die die, die, die bronnen lazen, dat kwam van de kerk. En natuurlijk die relatie tussen een vrouw en publiek in publiek zou werken, dat, was niet, dat werd niet goed gezien. En dat werd onmiddellijk als de link met een publieke vrouw, vandaar de term ook. En dan de link snel gemaakt naar het. Ja, u hebt zelf het hoofdstuk geschreven over België na de Eerste Wereldoorlog tot de uh, jaren zeventig. Toen is hier een geheim agent van de Volkerenbond ja. prostitutie komen onderzoeken. Dat ja. moet u even kort vertellen. Ja, dat zijn van die geweldige verhalen. Dus elk hoofdstuk van het boek begint met een personage. En ik begin met Paul Kinsey. Dat is dus een Amerikaan die vertoeft in Antwerpen en in Brussel en die eh, gaat op zoek naar een meisje om te recruteren. En die, dus, die neemt contacten, die neemt visitekaartjes van andere pooiers enzovoort om contacten te leggen. En eh, daarna komt u te weten dat hij helemaal geen pooier was, dat hij helemaal geen meisje had die voor hem werkte, maar hij was een, een, een geheime agent, een undercover agent. Die een Amerikaan die door de Volkenbond, dus de voorloper van de VN, werd ingehuurd om zich te infiltreren in het prostitutiemilieu om bewijzen te vinden van mensenhandel, van gedwongen prostitutie. Dat heeft de man bitter weinig gevonden. Maar wat hij wel heeft gevonden is dus allerlei situaties en die heeft dat op een ongelooflijk minutieuze manier beschreven. En al die bronnen zijn in Geneve. En ik heb die dus. Eh, oh, je eh, hebt onderzocht. die allemaal kunnen ja. lezen. Dat ging natuurlijk over de strijd, dus moeten we dat afschaffen, die handel, of ja. moeten we het reglementeren. Uiteindelijk heeft de reglementering wel gewonnen. Niet echt, hè? Niet overal, dus, ja. Nee, want dus in, in, in het interbellum wordt er gestreden ja, voor... Nu. Eh, ja. ja, nu. Maar eh, na 1948 was het abolitionisme, dat wil zeggen dat prostitutie... Eh, prostitutie is niet verboden. Onder abolitionisme is prostitutie niet verboden. Alles rond prostitutie wel. Met het doel dus in de lange, ter, lange termijn verdwijnt aan prostitutie. Dat blijft bestaan tot voor kort. En nu hebben we decriminalisering. Dus die derde partij, die is tussenpersonen, dus alles rond prostitutie, wordt nu gedecriminaliseerd. En daar zijn we heel blij mee. Thomas, als je vragen hebt... Voor mij af, als je research deed voor je boek, bent u dan op de raampjes moeten gaan kloppen en 50 euro per uur betalen. En zo. <laughs> eh, nee, maar ik ben wel in de ramen geweest. Dus ah, ja. voor, een, voor een interview in het laatste nieuws ben ik effectief ja. achter het raam gaan staan. Dat was een en ze dachten dat hij, hij... gewoon uh, voor plezier kwam, maar eigenlijk had hij een notitiebox geboten. <laughs> nee, dat zou je verschieten hoe vriendelijk die mensen zijn. Ja. Als je uitlegt wat, wat je kon doen, als je vooral respect toont. Ja. Dan staat de deur open en uh, die dames in kwestie die hielden zich opzij ja. terwijl de fotograaf uh, bezig was. Maar ja, contacten met sekswerkers, daar heb ik heel veel. Ja. Ja, ja. En niet alleen met vrouwen, huh? ook heel ook veel mannen, mannen ja. transgenders ook. Nu je, u zegt het daarnet, sinds kort is het, staat het niet meer in uh, de strafwet, ja, ja. in het strafrechtboek. Wat is er precies veranderd? Wat mochten ze vroeger niet en nu wel? Wel, wat vroeger niet en niet mocht, is dus de organisatie van prostitutie, dus in bordeel houden. En, een kamer en, en lokaal huren. En, en kamerhuren. dus de eigenaar van die kamer kon gestraft worden, want die faciliteerde prostitutie. De prostituee niet of de sekswerker de niet. De prostituee, de sekswerker de, wordt niet gestraft, maar de verhuurder wel. Of een boekhouder bijvoorbeeld, die je een boekhouding deed. Van... Dat was een heel probleem, dus dat en kon dat, je gestraft worden. Dat ja. kon je gestraft worden, dus waardoor dat heel veel boekhouders of heel veel verhuur, verhuurders van kamers, als die wisten hier hebben we met een sekswerker te maken, ja liever niet. Ofwel, nog erger, malafide personen die profiteren en dan komt uitbuiting. Dus, en dat hadden we vermeden met de criminalisering. Wat kan er nu? Nu, is... nu zou alles kunnen. Uiteraard, pooierschap, uitbuiting, dat, is, eh, dat wordt gestraft hè, en dat is, blijft verboden. En daar zijn we uiteraard ook blij mee. Uh, maar bona, de bona fide sector, dus een zaak runnen. Met alles netjes, met een dergelijke boekhouding enzovoort, enzovoort. De boekhouder wordt niet meer gestraft. Nee, en de bank en de verhuurder. Het, de wet was zo belachelijk dat zelfs de meerderjarige kinderen van een sekswerker in theorie gestraft konden worden. Want die leefden van de prostitutie van iemand anders. Ah. Dus als er zo iemand van de Deliveroo kwam met een spaghetti werd hij ook gestraft omdat hij als die aan een In seks In theorie wel ja. Amai. Aha. Ja. Ja, je ziet, ja elke ja. tijd brengt zijn eigen vormen mee. Je ziet verschuivingen door internet ja. naar thuis. ook escorten, zeggen we ook bij, bij Gilles. Ja. Wordt het moeilijker te controleren? Eh, nee, niet noodzakelijk. Dus de hulporganisaties die, eh, die gaan alle websites rond. Dat is niet evident, hè. dus jij en ik komen niet, niet gemakkelijk in die websites. Eh, maar die organisaties zijn natuurlijk wel, dus die kennen die al volgen. die websites, die volgen. En die proberen dus contacten te leggen met de actieve sekswerkers. En die proberen dus te spotten wie is actief. De hulporganisaties zijn daar niet om die sekswerkers te redden, dus dat is, dat is verleden tijd, gelukkig maar. Maar die zijn daar om te helpen en om de schade te beperken. Prostitutie is een hoog risicoberoep. Dus daar mogen geen doekjes om gedaan worden. Waarom is het een hoog risico? Omdat je inderdaad je weet niet weet wie je over de vloer krijgt. Dat ja. ten eerste, er is, het is een cash-economie. Dus, uh, je hebt veel geld in huis. Je hebt veel in huis. Sekswerkers die effectief bewijzen van een spreker onder het matras, dus hun geld uh, moesten verstoppen. Nou, dus dat moet gedaan zijn. Als een sekswerker met veel geld naar de bank ging bijvoorbeeld, tot voor kort, dus, en de bank begint vragen te stellen van waar komt dat geld, ja, dan heeft zij of hij een probleem. Uh -huh. En dat proberen we dus met die nieuwe wet toch te verhelpen. Dus die risico's zijn er. Drugs, alcohol, het is een stresserend beroep. Het is stigma dat erop plakt, uh -huh. waardoor die weg naar drugs en alcohol, dat kan snel gebeuren. Dus zelfdiscipline, dat is een must in dat beroep. Staat allemaal te lezen in Sex voor uh, Geld, ligt in de boekhandel. Uh, ja, dat ligt nu. sinds maandag in de boekhandel. Dank je wel, Magali Rodriguez Garcia. Dankjewel. We gaan kijken naar wat in de rest van de wereld gebeurt. Dus dit is niet op de afspraak. Twee jaar lang heeft dit in het vat gezeten. En dat mag je redelijk letterlijk nemen. Twee lange jaren van individueel coronaleed en van collectief chagrijn. Het is onmisselijk van te worden. Hoe about some good news? A stranded eaglet that was knocked out of its nest on Catalina Island has been rescued. You not Thank you. Let's show you the video of when the eaglet was accidentally. Oh, there he goes, kicked out of the nest yesterday. The parent apparently unaware of what had just happened. Or so we think. <laughs> De titelstrijd in basketbal bij de vrouwen is bijzonder spannend, maar ik moet heel even wachten. We beginnen het steeds meer mensen die kritisch zijn op het Koningshuis. Wat doet dat met u? Peilingen doen mij niet zoveel. Maar wat ik wel heel goed vind. is gewoon uh, opbouwende kritiek. Met andere woorden, als je dat niet hebt. dan kan je eindigen zoals in, En dat wil niemand. Ja, dat wil inderdaad niemand. Thomas Huijgen. Hallo. Straks na de afspraak zit jij op canvas. met uh, het hetleven.doc. Uh, maar misschien vragen de mensen zich af van waar ken ik die mens Zullen we nog even uh, het geheugen opfrissen? Ik heb zoiets van: Van de poel laat Wout van Aert niet een keer de baan doen en doe hij veldrijden. Ja, dat zou eigenlijk beter zijn. Dat is toch? Ja, sorry, maar. Uh... We kunnen ja, gewoon niet iets aan Van Aert laten. Ja, misschien gebeurt dat vandaag wel. Ja. Ah, ja. Dus als Van Aert nu wint, is het omdat hij hem laat winnen. Bonjour, kom aan, vous appelez pelé. Le Croc. Le Croc. Dank voor meneer feit, monsieur Le Croc. Oui. Vous, monsieur. Het is jammer dat je gevallen bent. Ja. Hij het, het gevoel dat hij te rap Hij stopt met steunwiel. En dat je daarom gevallen bent. Hoe ja, bon. nee. doet dat zo in de Belgische uh, vlag, de ronde rijden? Goed, gisteren, gezellig. Ja. Dus de ronde is nog niet begonnen, het was een strikvraag, dus ik kan niet hoe dat is. Ja. Uh, maar hoe zijn de benen vandaag? De ronde is nog niet begonnen, ik kan het niet weten. Ja. Heerlijk. En dat verzin je allemaal ter plekke? -delen, delen zijn ter plekke voor zo'n andere weten op we voorhand. Te... Ja, dat was een rubriek in de ideale ja, wereld, hè? Ronde 2019. Het ging je wel goed af, hè? Dat is wel tof, ja. Zo mensen, microfoons neus doen en dan ze ja. onderbreken. En... <laughs> maar dan kwam er corona en dan kriebelde het om een uh, talkshow uh, te maken. Klopt. Van wie kwam het idee? Uh, dat was een. Ik, ik wou iets doen met mensen helpen, alleszins, en dat was eigenlijk gestart als uh, vooral in uh, filmpjesvorm, dat ik eigenlijk bij de mensen thuis ging gaan. Maar dan leek het ons tof om daar ook echt over te babbelen, en dan is de talkshow eigenlijk groter en groter geworden, en dat is dan geëvolueerd naar ik die babbel mee uh, bekende Vlamingen, omdat we dan hebben gemerkt dat eigenlijk iedereen dezelfde problemen meemaakt, dezelfde kleine problemen meemaakt. En ja. dat we veel kunnen leren van elkaar. Vara. En de bedoeling was op die manier, door die gesprekken, een gids voor het leven Klopt. te krijgen. Ja, In een woordbestand. Ja, die is er nog altijd. Die staat ook op de website. Ja. Uh, het is te hè? duur om, om boeken te drukken of zo. Dus daarom dacht ik, oh, Ja, maar er zit ook een boek in hoor. Als ik het, uh... Maar dat is het geen punt ook niet meer. Ah, ja. Oh, je ja het ja, is oh, daarom het leven ook. He. Een elektronisch boek, dat bestaat. Hè? E een e-book. Het, het i-leven. Ja. Zullen we eens een fragmentje tonen? Dan dat kunnen dat de mensen zich er iets bij voorstellen. Vier mensen, je zei het al, bekende mensen, geen experts, hè? Nee, nee. geen psychologen. Integendeel. Integendeel. Compleet onkunde. Eigenlijk. Ja, ja. ik. Je hebt wel. Ja. Sorry, dames. Je hebt wel een. Uh, nee, nee, jullie niet. En jullie zijn experts. Ik weet het je zegt, in tegendeel. integendeel. Ja. Dus alsof je ze niet wil, de experts, ja, in je ja. uitzending. Ik wil, ik wil niet onder tafel gepraat worden door mensen die slim zijn. Maar je hebt wel Katrien Looman, een actrice ja. naast jou. Dat is wel een heel slimme vrouw. Ja. En die, die heeft alles eigenlijk onderbouwd, uh, wat dat ik maar uit mijn mouw schud, heeft zij de, de fact daarachter? We hebben een fragment over een van je levensvragen. of een van je thema's opgroeien. Jullie zijn eigenlijk ook allemaal mondig. Waren jullie altijd al zo mondig, ook als, als puber? Ik, ik was heel braaf, Thomas. Ja, echt? Ja, joh. Maar dat moet toch wel in nu gezeten hebben? Dat komt er toch niet ineens uit? Nee, maar kijk, ik ben, ik ben natuurlijk. Ik ben geboren met een haaslip. en mijn vader heeft vrij snel bepaald. Hij moet praten, dat is het allerbelangrijkste wat er is. Maar ja, ik, ik, ik zag eruit hoe ik eruit zag. En uh, ik, ik, had, ik had nog niet dat ik dacht van. Ik kan ook ze voort uitkiezen en zo. Dus ik zat wel in een redelijk rustige, onzekere periode, zeg maar. Ja. Het was niet dat als ik een caféetje inliep dat iedereen uh, omkeek. En inmiddels uh, is dat wel omdat ze denken dat ik drugs bij me heb. <laughs> maar, dat, maar dat heb ik dus niet. Wat dan last tot die ouders van, uh, als puber? Ik mocht ook gewoon bij wijze van spreken alles van mijn ouders. Ik had zo geen regeltjes. vanaf dat ik begon uit te gaan, had ik ook geen uur om op thuis ja. te komen of Dat was zo. F... De enige regel die zij hadden was dat ik nooit uh, alleen naar huis mocht komen. Allee, ik bedoel, ah. <laughs> niet met een Valentine. <laughs> ja, en zo verschillende thema's. Ja. Zwemmen is ook een levensvraag voor ja, jou. Ja, zeker. Ja? Ik, ik, ik dacht dat iedereen zwemmen tof, maar dat is blijkbaar niet waar, dus dat vond ik wel interessant. Dat is een toffe discussie van is zwemmen nu eigenlijk leuk of is dat nu niet leuk? Nee. En kunnen jullie dat bij jullie zit, Zwemmen jullie graag? Uh, ik vind het aan en uitkleden zo vervelend. Ja en dan nat ja. uh, in ja, die kleine kotjes. Dat ja, dat, is, dat, dat moet je erbij nemen wel. Ja. Ja. Maar eens dat je dan in je zwempak zit, is het wel tof. Maar je dan wel. Een, 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 uh, iemand die heel enthousiast is en dan weigering. Ja. Maar mag ook je vragen... zwemmen in de natuur natuurlijk. Mm. Dan moet je niet in ja. en uitkleden. Ja, maar bo, je wel. moet wel terugkomen. Ergens, dan moet je wel een beetje presenteren. Je kunt elk zwembad <laughs> één keer naakt doen. Aha. Dat was... Wat zeg je Eén... Dat je elk zwembad één keer naakt kan doen. Dus nadat je terugkomt. Ah, ja, en ja, nadien mag je niet meer ja. uh, terug. Je krijgt de mensen wel makkelijk aan de praat. Wat dus is jouw geheim? Um, het is door de, de setting, denk ik. Dat de, de camera's zijn vrij ver, maar hier is dat ook wel. He, maar het is, we, we zitten gewoon in zetels. We hebben een heel lelijk decor gebouwd, zo, vrij veel rommel en zo. Dus het is het gevoel dat, dat mensen gewoon echt in de zetels zitten en, en kunnen babbelen. We hebben ook de ruimte gelaten om te babbelen. Um, dat is trouwens geen stek naar ru. Ik zeg niet dat hij de ruimte niet laat Wij dat... We moeten het doen met wat we krijgen hier. Ja. Ja. Uh, de onderwerpen zijn ook soms iets luchtiger dan uh, economische sancties ja. uh, en zo. Hebben, pas op, ik vind dat het leven, ik vind dat uh, allee, dat filosofisch. Dat is toch vreeluchtig. Pas, soms, ga, soms gaat het wel dieper, ja. Soms gaat het ook. Ja. Maar dat, dat is net de tof om op die lijn te balanceren tussen heel uh, banale dingen zoals is zwemmen leuk en ook van hoe zij je opgegroeid en mm -hmm. hoe, hoe ga je om met onzekerheid en zo. Mm. Heeft het jou een gids voor het leven opgeleverd? Ja, persoonlijk sowieso. Door met al die mensen te babbelen vind ik, het, ik vind dat heel tof. Jan Jaap is een collega die ik goed ken. En die, heeft, die is daar opener geweest dan dat ik ooit met hem in de gang zou hebben. Ik dacht geweest. het ook. Ja. Dus, uh, Dit dat, heb ik hem nog nooit horen vertellen. Nee. Maar het ja. staat wel al even online, dus ze kon het wel al horen. Ja. Ik dacht dat je gekeken ging hebben. Ja, nee. Ik heb uh, niet alles gekeken. Nee, nee. Die aflevering ja. heb ik uh, niet gekeken. Maar het is, ja, ik, vind, ik vind dat heel tof dat mensen gewoon uh, babbelen. Het is, het is, het is een heel simpel het idee. Het is gewoon babbelen en, en kijken wat eruit komt. Maar dan komen er wel toffe dingen uit als het toffe mensen zijn. Heb je al nieuwe levensvragen? Uh, er zijn nog heel veel vragen die, uh, die ik wil beantwoord zien, ooit eens. Zeker nu dat ik een kind heb gekregen. Uh, bijvoorbeeld, uh, waarom plast die constant op zijn eigen gezicht? Dat wil ik wel een keer vragen aan iemand. Dat lijkt me evolutionair niet slim dat een baby dat doet. Uh, maar dat ga ik dan misschien uh, wel nog leren. En buiten dat plassen, nog vragen nu je vader geworden bent? A alleen maar vragen. Het is e mijn leven is een groot vraagteken geworden eigenlijk. Ja? Uh, ja, gewoon. Ik weet gewoon, allee, ik en mijn vriendinnen weten eigenlijk geen enkel moment van de dag wat we aan het doen zijn. Dus, dus ja. Stellen. Je moet de grootmoeder erbij vragen, dat is een ja. goed idee. Maar die woont op een anderhalf uur van ons, dus... Ik nou, u... zou graag komen. Ik maar... kan nog een serieuze vraag stellen. <tie> We praten eerst 10-15 minuten over de oorlog. Jij bent vader geworden, vader worden in deze tijd. Hoe beleef je dat? Uh, ja, dat, dat, dat is wel. Ik, ik hoop dat er uh, dat. Het dat... Uh, is dubbel. Hè? Uh, ik denk dat wij ook, toen ik opgroeide, was het leven misschien ook iets moeilijker. Dan voor mijn ouders of zo? Of leek het allemaal iets um, somberder? Omdat de wereld toch rap aan het veranderen was. In... Wat ben je? Uh, van 91. Ja. Um, en nu is dat weer hetzelfde. Misschien, ik denk dat mijn kind ook, zolang dat alles relatief rustig blijft in Europa, allez, voor ons dan, dat mijn kind ook dat niet gaat merken dat het vroeger beter was of zo. Maar ik ga wel op mijn veertigste tegen hem zeggen vroeger was beter. En hij gaat zeggen, ja, hij gaat zeggen, zaag. Ja. Uh, maar blijkbaar... Wordt, elk jaar iets ingewikkelder het leven of zo, denk ik. Of dan... die een oorlog, die een adelaar die zijn kind uit het nest duwt, daar was ik meer door geschokt dan de oorlog, niet eigenlijk. Ja. Ja, nu dat ik een kind heb. Maar hopelijk laat, laat ik mijn kind niet vallen van een rots, En hopen voor Ricky, dat die oorlog toch uh... rap, voorbij is. rap voorbij is. Dus zometeen, eerste aflevering van Het Leven je Dankjewel. Thomas Huygen Graag En dankjewel ook mijn andere gasten. Morgen is het voetbal, dan zijn wij er niet. Vrijdag is Ivan er met onder meer Conor Rousseau, de voorzitter van Vooruit. Bedankt voor het kijken en tot maandag.